Ondanks het regenachtige weer stond het Dorpsplein in Zoeterwoude zaterdagmiddag in het teken van Halloween. Ja, we hebben een ontzettend leuk griezelig Halloweenfeest met ontzettend leuke Halloween pompoen uithollen. Er wordt geverfd voor de jongere generatie. We kunnen schminken. Ik zie al heel veel zombies, spoken en vampieren voorbij komen. Glittertatoeages kan je hier ook zetten en de bingo is ook hot and happening. De middag is een initiatief van de mensen die het jaarlijkse dorpsfeest organiseren. Ze deden het dit jaar voor het eerst. We wisten ook niet wat we konden verwachten eigenlijk. Zou het druk worden? Zouden we misschien maar 10 kinderen hier krijgen? En ik heb net gehoord dat binnen het uur alle 80 pompoenen al op waren. Dus ik denk dat we het al een klein succesje kunnen noemen. Dus het is in ieder geval erg leuk. 'S Avonds konden jong en oud tussen het trick-or-treaten door griezelen in het clubhuis van de scouting. Wij doen dit eigenlijk al heel wat jaren. En eigenlijk met alle stafleden en ook voor alle mensen die op de scouting zitten. We hebben eigenlijk altijd een succesvol spookhuis gehad. En eigenlijk dit jaar is voor het eerst dat iedereen welkom is in Zoeterwoude en omstreken. En dat wordt heel goed ontvangen door ouders en door kinderen. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat ik verwacht. Ik denk dat het best wel spannend is. Want je hoort de muziek al en het vuur overal. En ik heb er vooral heel veel zin in. Mijn vader die zit in het tehuis, maar ik krijg geen contact meer met hem. Ik stuur brieven, maar hij reageert niet terug. Ik maak me gewoon heel erg zorgen. Ja, ik had heel graag zelf willen lopen, maar ik loop met krukken. Ik kan niet door het bos, ik kan niet door het moeras. Ja, ik zou gewoon bang zijn dat er wat aan de hand is. En ja, ik hoop dat ze hier tenminste voor mij kunnen kijken wat er met mijn vader aan de hand is. En als het maar goed gaat, ik hoor zulke slechte verhalen over het slot. Hoe is het tot nu toe? Vertel eens, hoe is het binnen? Eng. Wat heb je allemaal gezien? Een skelet die beweegt. Nou, ik vind het leuk. We zeggen ook een eng moerasmonster en wij denken de hele tijd dat het iemand is die wij kennen. Dus ja. Wie denk je dat is? Jonas. Nou, het wordt spannend vanavond. Ik ben benieuwd of iedereen er levend uitkomt. En hoe was het? Goed. Ja, het was wel eng. Ja, dat echt. Ja. En wat heb je dan gedaan als je het heel eng vond? Gewoon gillen. Dat helpt? Nee, gewoon niet. Nee. Vanaf vandaag worden er in een aantal leegstaande gebouwen achter het gemeentehuis van Oegstgeest 175 statushouders en 80 woningzoekenden opgevangen. Locatiemanager Boukje van Dijk legt uit welk traject de vluchtelingen te wachten staat. Wij gaan ze hier opvangen en ook begeleiden richting de regio om daar in te burgeren, een aanvang te maken met inburgering, maar ook het opbouwen van een netwerk, zodat die toekomst in ieder geval beter dan nu op afstand gestart kan gaan worden. Ik denk dat de buurt inmiddels gewend is met alle informatie die is gegeven. Een algemeen beeld over wat de hele buurt vindt, vind ik lastig. Maar wat wij in de informatiebijeenkomst hebben gezien, is dat de meesten vooral geïnteresseerd zijn en een helpende hand willen bieden in de komst van de vluchtelingen, maar ook in de begeleiding op termijn. Aan de tijdelijke bestemming van de panden ging een lang debat vooraf. Burgemeester Emiel Jens vertelt erover. Er is discussie geweest in de gemeenteraad. Dat ging enerzijds over de veiligheid en ook over het aantal en de impact erop op het dorp. Dat heeft uiteindelijk geresulteerd in de aantallen die ik net genoemd heb. En ook wel vragen over bijvoorbeeld de brandveiligheid. Daar zijn we daar kritisch op. Maar ook de sociale veiligheid in de omgeving. Nou, daar hebben we een goed plan tegenover gezet. We hebben met COA afspraken gemaakt daarover. En daar heb ik het volste vertrouwen in. Hoe lang blijven de mensen hier wonen? Ze mogen hier maximaal 4 jaar blijven. Mogelijk uitloop van een jaar, maar 4 jaar is de termijn die we gesteld hebben. Ik verwacht dat de meeste mensen hier tenminste maanden wonen. In een gebouw verderop hebben Divorce Housing en Young Housing een plek gekregen. Dus de huisvesting is echt opgedeeld, is geknipt in 2 gebouwen. Wat we wel proberen te stimuleren is dat er buiten het gebouw om, dus op het terrein, dat er ontmoeting mogelijk is en dat er samen gespeeld wordt of samen activiteiten worden opgepakt. Ja. En wat hoop je daarmee te bereiken? Nou ja, ik denk dat het een hele mooie goede stap is voor 1, de mensen die hier bij ons wonen een stukje rust te bieden en weer het leven kunnen opbouwen en oppakken.
En van de andere kant een stimulans voor de statushouders om te integreren in Nederland. En wat was dit eigenlijk verband? Waar werd het voor gebruikt? Het is 4, 5 jaar geleden is het gebruikt nog actief voor de GGZ. Dus het is een psychiatrische inrichting geweest waar mensen werden opgevangen en begeleid. En daarna heeft het al die tijd leeggestaan? Daarna heeft het al die tijd leeggestaan, ja. Moesten jullie er dan nog veel aan doen? Wij moesten er behoorlijk veel aan doen, ja. En dat is ook de reden waarom ik enorm trots ben op de partijen en de mannen die hier hebben gestaan. We hebben in 3 weken tijd alles weer zo kunnen opbouwen en kunnen realiseren dat er dus hier 80 mensen huisvest kunnen worden. De bedoeling is dat een ontwikkelaar hier op deze plek 22 woningen gaat neerzetten. En ergens anders in het dorp staan ook nog lege kassen. En die gaan weg. En daar komt weiland voor in de plaats. Wethouder Ton de Gans is blij dat hij met projectontwikkelaars Nu en Granneman Projectontwikkeling afspraken heeft kunnen maken over mogelijke woningbouw op 2 plaatsen in Zoeterwoude waar nu nog kassen staan. De kassen die staan al een tijdje leeg. Is namelijk al wat langer geleden is er beleid vanuit de provincie was er om wat dan heet solitaire kassen, om dat niet meer toe te staan. Maar de eigenaar hebben toen gezegd van hey, we stoppen ook met het bedrijf op de betreffende locaties. Dat kun je ook zien. De kassen die staan leeg. Dus het is met name nu het saneren, het opruimen van leegstaande bedrijfspanden in de vorm van kassen. Maar wat is er nou precies afgesproken? We hebben in die overeenkomst die vorige week gesloten is met elkaar gezegd wat van belang is om te gaan onderzoeken en vast te gaan leggen. Maar dat moet nu allemaal nog gaan plaatsvinden. Van belang is ook nog dat de ontwikkelaar met de omwonenden gaat participeren. Dus het gesprek aangaat en kijken van hoe zitten die erin en hoe kunnen we gezamenlijk deze omgeving groen en gezond houden. Ja, en pas dan kan er stappen verder gezet worden. Dus ja, het zal echt nog wel 2 jaar gaan duren voordat er echt wat gaat gebeuren, wat zichtbaar is. Bij een pand hier op de Zoeterwoudse Singel in Leiden is op 23 september brand gesticht. 4 dagen later zat er een kogelgat in het raam van de deur. 2 studenten die hebben ontzettend adequaat gereageerd na de brand en daarmee is een grote ramp voorkomen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de angst er niet heel goed in zit. En de grote vraag is natuurlijk wie heeft dat gedaan en waarom? Die donderdagavond gaat rond 10:15 het brandalarm af in een studentenhuis. Er zijn op dat moment 2 studenten thuis en zij slaan direct alarm. Er is brand bij de voordeur en dat is de enige weg naar buiten. De vlammen komen al richting de trap naar boven. Ze zijn uiteindelijk via het raam naar een balkon geklommen en daar heeft de brandweer ze vanaf kunnen halen. Een huisarts die in hetzelfde pand zijn praktijk heeft, kreeg die avond de melding dat de brandweer voor de deur van zijn praktijk staat. In eerste instantie zag ik alleen maar de brand die bij de buren was aangericht. En de 2 buurvrouwen, de bovenburen, die buiten stonden. Eén stond in zijn kamerjas. En die waren ontzettend geschrokken. En toen ging ik voor de zekerheid nog even bij mij in het pand kijken. En ik rook daar terpentinelucht. Ik heb daar even overleg over gehad met de politie. En ja, we veronderstelden dat die geur, zeg maar, door een dunne tussenwand bij mij ook in het halletje was gekomen. En voor de rest had ik daar geen aandacht meer aan besteed. Ik legde geen enkele relatie. Maar de volgende ochtend hangt de lucht nog steeds in de praktijk. Toen keek ik in de brievenbus en ik zag daar snippers liggen. En daar was een hele sterke terpentine lucht te bemerken. En toen heb ik de politie weer gebeld en de technische recherche is gekomen. En de snippers, dat is waarschijnlijk het papier wat ze naar binnen hebben gegooid om de boel in de fik te steken. Dat is niet gelukt, maar je kunt nog duidelijk zien dat daar van alles nog wat heeft gelegen. En ja, toen was het duidelijk dat het ook op mij gericht was en misschien zelfs in eerste instantie op mij. In verband met de brandstichting is de politie op zoek naar deze persoon die kort daarna wegloopt vanaf het pand aan de Zoeterwoudse Singel. Dit zou een verdachte kunnen zijn, maar als dat niet zo is, ook een belangrijke getuige. De politie wil graag weten wie dit is. In de dagen na de brand houdt de huisarts het gevoel dat het op hem gericht is en niet op de bovenburen. Nou, dat vermoeden werd eigenlijk een beetje bewaarheid 4 dagen later. Toen ik 's morgens op de praktijk kwam en er een kogelgat in de voordeur zat door het raam. Dat was dus door het raam
van de voordeur geschoten. Ja, dan schrik je natuurlijk enorm. En ja, dan leg je relaties bijvoorbeeld met het feit dat ik heel erg bezig ben geweest met die vaccins. En dat ik twee brieven, één onpersoonlijk, een algemene brief die een heleboel huisartsen hebben gekregen. Maar ook een vervolgbrief waarin duidelijk werd gesteld dat ik voor een tribunaal moest komen. Het Nuremberg Tribunaal, wat het ook is. Om me te verantwoorden voor de genocide die ik zou veroorzaken in Namibië, waar dus VWS 75.000 vaccins naartoe had gestuurd. Want wat had u daarmee te maken met die vaccins? Ik had een landelijke petitie georganiseerd waar heel veel mensen op hadden getekend dat er naar een land als Namibië, die niet op de lijst van de COVAX staat, ook vaccins moesten worden gebracht. En dat zouden de vaccins zijn die de huisartsen hebben verzameld via de actie van het prullenbakvaccin. Waarbij we die vaccins zouden herverdelen, dus wel zouden gebruiken. Dus ik hoop ook van de daders te horen wat hun argumentatie is en waarom ze dit hebben gedaan. En hoe ze er misschien bij komen dat ik in een of ander complot zit of iets dergelijks. Want daar kan ik me dus echt helemaal niets meer voorstellen. Alle informatie over deze zaak is welkom. Misschien heeft u enig idee wie erachter zit en waarom deze incidenten gericht zijn op de huisarts. Dit kan behalve de coronavaccins ook een andere reden hebben. De politie houdt in ieder geval alle scenario's open. Dit heeft een enorme impact gehad, want met een verleden in vluchtelingenkampen en in oorlogsgebied kwamen er dus allerlei herbelevingen die kwamen naar boven. En dat komt terug in dromen. En dat beheers je niet. Overdag kun je cognitief met je hersenen kun je van alles nog wat bedenken en kun je je veilig voelen, maar je dromen heb je niet in de hand. Dus dat is wel heel erg vervelend. En ook een pand als dit, het is een huisartsenpraktijk. Patiënten en personeel moet zich veilig voelen in een huisartsenpraktijk en niet bedreigd worden. En niet alleen bedreigd, maar er zijn dus echt dingen gedaan. Kijk nog even goed naar de persoon in beeld die na de brandstichting op 23 september om 21:15 wegloopt vanuit de richting van het pand aan de Zoeterwoudse Singel. Wie is dit? Herkent u zichzelf, maar heeft u er niks mee te maken? Meld u dan zeker even bij de politie, want dan bent u mogelijk een belangrijke getuige. U kunt met uw informatie over deze zaak terecht op het nummer 0800 6070 of bel Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000. Nou, wat ik aan de daders of dader zou willen vragen is wat het met hun familie zou doen als het hun zou overkomen. En wat je dan, hoe je dan voelt. En ik hoop dat dat dan diep tot iemand doordringt. Wat voor consequenties dat zou kunnen hebben. Sinterklaas, Sinterklaas. Hallo lieve kinderen. Op maandag 8 november zien jullie om 16:30 de allereerste aflevering van het Sinterklaas Nieuws Leiden 2021. Gaan jullie allemaal kijken? Ik hoop jullie daar te zien. Tot dan!